Erik, uiteindelijk een punt op basis van de tweede helft denk ik gewoon verdiend. Ja, denk ook. Ik denk dat we de tweede helft goed hebben gespeeld en verdiend een doelpunt hebben gemaakt. Ja, natuurlijk wel een smet op de wedstrijd met uitvallen van Kiesna. Ja, dat is wel echt ontzettend vervelend en afwachten wat dat is. Maar ja, dat is een smet op deze mooie middag. Dan word je in de rust ingebracht voor Immers. Wat is jouw opdracht dan? Ik hoorde heel snel van tevoren, of heel kort van tevoren, dat ik erin moest op Immers' plek. Dus Nasser El Kayati op de meest vooruitgeschoven en ik met Bakker daarachter. En ja, proberen de slag op middenveld te winnen en weer aan het voetballen te krijgen. Want de eerste helft hebben we denk ik niet goed gevoetbald. Ik denk dat het gelukt is. We hebben leuk gevoetbald de tweede helft. We hebben een doelpunt gemaakt en publiek vermaakt. Staat alles in. Ajax laat jullie leven op basis van de eerste helft. Want eigenlijk was een ruststand van 0-1 nog magere afspiegeling. Dat is uiteindelijk ook de factor geweest waardoor jullie toch nog dat punt hebben kunnen pakken. Ik denk omdat we de tweede helft gewoon een stuk beter hebben gevoetbald. Meer vooruit speelden en uiteindelijk dus een doelpunt afdwingt. Misschien had het nog wel iets meer ingezeten. Maar aan de andere kant op het laatste 10 minuten kregen wij het ook wel zwaar. Dus ik denk dat de puntendeling wel terecht is. Word je vannacht nog in het zweet wakker? Kans 85 minuut. Die kopbal bedoel je? Ja, ik had daarvoor ook al een schot wat echt net onderkant lat eruit spat. En de kopbal, ja, die raakte met mijn schouder. Dus helaas. Dan zie je Ajax drukken naar die 1-1 uiteraard. En dan is Swinkels echt de man die jullie in leven houdt. Ja, zeker ook bij die laatste bal van Huntelaar was het volgens mij, doet hij dat echt fantastisch. Dus wat ik ook zeg, op het laatste komen we nog goed weg en redt Swinkels ons. Het is een enorme opsteker. Een punt pakken hier thuis tegen Ajax. Zeker met het vooruitzicht op aanstaande zaterdag hier thuis tegen Sparta. Ja, ook niet onbekend. Dit geeft een extra boost, denk ik. Ja, ik denk als je ziet hoe we tweede helft hebben gespeeld, daar moeten we op verder. En leren van de eerste helft. En tegen Sparta gewoon volle bak erop.